Goedendag! Dit is de derde aflevering van Tips van Meisjes van de Tips. We staan hier bij het Zoolse Gat en hier spelen heel bijzondere verhalen. Maar dan ook eens was ik prior bij dit fantastische klooster. Daar aan die kant een prachtige toegangsweg. Hier omheen de torens. En hier stond ons klooster. En wij leefden een monnikenleven. Op een dag werd ons klooster en de monniken bezeten door de duivel. En werden wij goddeloos. Wij dronken bier, wijn, vlees gebraad. Alles kon en alles mocht. Maar op een dag, het was bijna kerstavond, regen, donder en bliksem gingen hier in het Sprielderbos tekeer. En ons klooster verzonk in de grond. En de aarde sloot zich in het rond. Pieter, een kleine jongen uit Garderen, rende naar Garderen. En hij ging naar de kerk en hij zei tegen alle mensen die daar waren: er is wat vreselijks gebeurd bij het Zoolse Gat. Het klooster is verdwenen, weggevaagd. De dorpelingen gingen kijken. Ze klommen omhoog vanuit Garderen deze kant op. En inderdaad, het klooster was weg. En nu nog. Elke avond om middernacht hoort u hier nog de klokken van het klooster wat verzonken is. Bim, bam, bim, bam. En de silhouetten van de monniken spoken hier rond. Dus nooit om middernacht deze kant op.